to be cool, I relax, I get hip, I get on my tracks. I take a back seat, hitchhike, and take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Vaste columnist en hij is een hele andere rol. Ja, wie ben je nu ineens? Ik ben DJ. Zie je toch, jongen? Ja. Hoe bevalt het? Ja, te gek. Het is natuurlijk niet zo fijn dat Rutger regelmatig weg is. Ik bedoel,
kwakkelt met wat dingetjes. Dus dan ja, ben ik er natuurlijk om op te vangen. Maar het is te gek om te doen. Het is een hele leuke rol. Waar ik veel ongein van mezelf in kwijt kan. En daar hou ik al van. Dat wil ik dus zeggen. Er zat ook heel veel van jezelf in, heb ik gemerkt. Ja, maar dat zijn mijn rollen nou eenmaal. Als mensen die dit horen misschien Kruiset een spijkerboek gezien hebben. Mijn rol van Leonardo, dat was ook eigenlijk Ger, maar dan anders. Met een rare pruik en een raar pakkie. En dit is eigenlijk ook voor een heel groot deel Ger. En dat ja, daar hou ik al van. Je speelt nu een hele tijd. Toch een van je favorieten, denk ik, Queen. Gaat het niet vervelen? Nee, het gaat absoluut niet vervelen. Nee, sterker nog, ik heb een aantal weken geleden juist mijn cd-collectie weer eens aangescherpt. Zodat ik echt weer up-to-date ben en weer alle dingen kan luisteren die ik wil luisteren. Ik, het is eigenlijk een soort van herontdekking van Queen bijna, om zo te zeggen, ja. Dat is echt... Hoe gaat het s'avonds in de zaal? Kan je een klein beetje aangeven wat jij voelt als je op het toneel staat en je mag deze schitterende musical spelen? Als DJ of... Als crew, sorry. Het is altijd genieten om in de finale mensen uit hun dak te zien gaan. En dat is sowieso altijd. Maar het meest bijzondere is dan als er ook tijdens de voorstelling dingen gebeuren die je niet verwacht. Een raar applaus of een hele harde lach op een bepaald moment. En dus vooral als DJ is dat belangrijk. Er moet gewoon... Ja, misschien, ik weet niet of Rutger dat ook zo nodig heeft, maar ik heb het publiek echt nodig in die rol. Daarvoor ben ik veel te veel een crowdpleaser. Ik wil heel graag een reactie hebben. Als ik zeg Queen, dan wil ik ook heel graag horen. Toen ik in Londen zat een paar maanden terug en voor het eerste keer kwam het woord Queen, ik ging uit mijn wimpers. Ja. Natuurlijk. Maar ik merk hier dat mensen dat toch minder doen op de een of andere manier. Dat is dan wel weer apart. Londen, de bakermat van Queen, laten we heel eerlijk wezen. Wembley Stadium, waar je het net ook even over hebt natuurlijk. Het Valhalla, denk ik. Een van de mooiste concerten van Queen, denk ik. Ik kijk hem regelmatig. Ik kan hem volgens mij zo meezingen. Ook al dingetjes die hij tussendoor zegt. Het zit er gewoon in, ja. Nou, je gaat zeker nog genieten, heb ik zo. Het donkerbruine vermoeden, dus nog heel veel plezier. En we gaan zeker nog van je horen. Ook in het nieuwe jaar, we rock on. Dankjewel. Danielle, Killer Queen, hoe ging het vanavond? Hartstikke goed. Ja, het ging goed. Dan moet ik ook zeggen, nou ga je als een beest keer. Dat is een klein beetje natuurlijk van, ja, weet je, van je gewend zijn. En je flikt het hier weer. Volle bak, uitverkochte zaal. Hoe voelde het? Ja, lekker. Ik moet zeggen, het publiek was in het begin een beetje rustig. Maar aan het einde zijn ze helemaal los. En ja, inderdaad, wat je zegt. Ik heb me weer helemaal gegeven. Ja, je speelt natuurlijk ook andere rollen, maar nu even, Queen sowieso. Wat betekent Queen voor jou? Nou, ik denk dat ik zelf een beetje aan de jonge kant was, maar ik vind de muziek echt fenomenaal. Vind ik echt fantastisch. Ja, het is zo lekker, zo mooie arrangementen. Ik vind het fantastisch. En voor het publiek dus een feest der herkenning, dat is duidelijk, hè? Ja, zeker. Ja, en voor ons ook. Ja, het is van, ja, heerlijk. Nou, lekker nog even Queen of Killer Queen spelen, denk ik, nog een paar keer. En dan in ieder geval heel veel plezier. En bedankt. Ja, graag gedaan.